Het feit alleen dat hij hier weg gaat, is een symbool van Heerlen. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ze hadden hem best kunnen laten staan, die heren. Er blijft eigenlijk niks meer over van Heerlen. En dat vind ik verschrikkelijk. Zou ik maar zeggen, het opbouwen van de schoorsteen. En boven, dat was helemaal niet van gevaren bloot. Maar ik vond het fantastisch om die op die hoogte te kunnen brengen mee. De verslagenheid naar de verkeerde val was groot. Het grootst misschien wel bij de man met helm, die u daar midden in dat groepje mensen ziet. Hij is de verantwoordelijke sloper. Midden in de schade vroeg iedereen zich af of de plannen om de Lange Jan 's avonds in het centrum van Heerlen een schertsbegrafenis te geven, nog wel door zouden kunnen gaan. Ze gingen wel door. Het werd een typisch Limburgs feest rond de Lange Jan, inderdaad een vrolijke Jan-boel. Want ik vond het jammer dat we boven de boodschap kregen, nu is het genoeg. Want ik had nog veel hoger willen gaan, hoor, als dat mij gelegen had. Nou, we hadden vorig jaar weer een hele discussie over het Heerlens mijnverleden. En we hebben in Heerlen ook een magnifieke skyline gehad met twee torens. De Lange Jan en de Lange Lies. En ik had in New York ooit een keer gezien, na de aanslagen, dat ze middels projectie de twee torens nog eens in de skyline by night hebben teruggeprojecteerd. Het idee had ik geopperd, kwam ook in de lokale media. Wij moeten in Heerlen terug naar de kern, terug naar die gezellige, compacte, dynamische binnenstad herontwikkelen en niet uitbreiden, maar inbreiden. Ze kunnen, ik heb inderdaad ook gezegd, ze kunnen beter, als ze over duurzame energie bezig zijn, kunnen ze beter gaan kijken naar warmtepompen. Of bijvoorbeeld de Lange Jan en de Lange Lies laten terugkeren in de Heerlense skyline, voorzien van zonnepanelen. Mm-hmm. En zo de stroom trekken, dan onder de grond blijven doorpompen. Want er moet ook nog steeds worden onderzocht of het mijnwater iets te maken heeft met de instorting van het loon. Dat is nog niet helemaal, aangetoond dat het mijnwater volledig buiten schot blijft. Mooi nieuw pand dan in een of andere afgeraakte toren. Nee, je kan herbestemmen en ook hetgene wat er is. En we hebben pareltjes in de stad die kansen verdienen. We hebben een winkelcentrum De Bonnert naast het Glaspaleis. Het oudste winkelcentrum van de stad. 6000 vierkante meter waar de Primark zo in komt. Ja. Waarvan het gemeentebestuur heeft gezegd, nee, die willen we in de nieuwbouw. En uiteindelijk blijkt dadelijk in het slechtste geval dat ze aan Heerlen voorbij gaan. Zo'n grote trekkers, die kunnen wij gewoon niet missen.